Plopperdoploperdoplop. Ik ben Kabouterplop en samen met mijn vrienden kun je me altijd in mijn paddenstoeltje vinden. Dit hier is Kwebbel, die praat en praat en praat. En dit is Lui, die slaapt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dit hier is Klus, die knutselt toch zo graag. En ik zal nu vertellen wat er is gebeurd vandaag. Dag ploppertjes allemaal. Vandaag heeft Klus heel domme antwoorden gegeven. Ja, nu zullen jullie zich wel afvragen waarom. Waarom geeft die Klus dan zo'n domme antwoorden? Wel, dat zal ik eens vlug vertellen. Ja, het begon allemaal deze morgen in mijn melkherberg. Klus en Kwebbel waren op bezoek in de melkherberg. Dat vond ik niet zo leuk, want ze maakten weer eens ruzie. Kabouterjongens zijn echt veel slimmer dan kaboutermeisjes. Jongens veel slimmer dan meisjes? Dat zal wel. Meisjes zijn veel slimmer dan jongens. Ah ja, want ik zal eens iets zeggen. Hè. Kaboutermeisjes die hebben veel meer verstand dan kabouterjongens. En dan zal ik nog eens iets zeggen. Hè, Klus. Stop! En waarom als ik vragen mag? Ja? Waarom, als ze vragen mag? Omdat jullie me helemaal gek maken met jullie geruzie. Ja, als jullie echt willen weten wie de slimste kabouter is, wel, dan zal ik een kabouterquiz houden. Oh, ja! De klus. Een wat? Een kabouterquiz, domme kabouter? Dat is een spelletje waarbij iemand een vraag stelt en daar moet jij dan op antwoorden. Klus. Ja, dan ga ik die quiz zeker winnen. Oh ja, dat is normaal, hè. Ik ben als het ware de beste kabouterquizzer van het hele kabouterdorp. Ja, dat zullen we dan nog wel zien, ja. Klus. Die quiz die begint over een uurtje. Oh. En jullie mogen iemand uitkiezen om jullie te helpen. Dan kies ik Smal. Dan kies ik... Smul. Ah ja, aan Lui heb ik niks, hè. Die valt toch altijd maar in slaap. Ja. Even later zat ik aan tafel enkele vragen te bedenken voor de plopquiz, toen plots Smul binnenkwam. Hallo, toedeloe. Dag, Plop. Dag, Smalletje. Zeg, Plopje. Ik heb een vraag voor jou. Dat is goed, want ik ben er dringend naar op zoek voor mijn quiz deze namiddag. Smaller de Smal, nee. Ik bedoel dat ik jou iets wil vragen. En wat dan wel, Smal? Morgen komt Lui bij me op bezoek en ik wilde hem graag verrassen met plopkoeken en een taart en plopmelk en zo. Zou ik dat van jou kunnen lenen? Maar natuurlijk, Smal. Ja. Ik zal het dadelijk klaarmaken, hè? Dan kan jij het straks komen halen. Oh, dat is heel lief van je, Plop. Hier is mijn lijstje met alles wat ik nodig heb. En nu ga ik me snel nog een beetje mooi maken voor de quiz. Dag! Dag, Smalletje. Jij hoeft je niet mooi te maken, hè? Je bent zoal mooi genoeg. Het is al weg. Oh, ja, mijn vragen. Ja, ik zal die maar veilig opbergen, hè? Zo, en dan nu even kijken welke spulletjes Smalletje nodig heeft. Even later stond ik in mijn keukentje en maakte alles klaar voor Smal. Hallo, Kidoki! Dag allemaal! Of beter gezegd, dag niemand. Hey, zeg, wat is dat papier daar op die tafel? Klussen, zeg! Dat zijn zeker de antwoorden van de plopquiz. Nu zullen we zeker winnen. Klus schreef het briefje snel over, stak het in zijn zak en ging weg. Een uurtje later zaten de twee ploegen klaar in de melkherberg. De quiz kon beginnen. Opgelet! Ik stel de eerste vraag. Klaar? Ja. Hier gaan we. Vraag 1. 10 plopkoeken. Waar?
plopper, de plopper, de plopklus. Je moet wachten tot ik de vraag gesteld heb. Klusje, de klus, maar misschien hebben zij dan als eerste het goede antwoord gegeven. Zwijg nu maar, klusje. Nou, vraag 1. Hoeveel is 2 stenen plus 1 steen? 10 plopkoeken. Is dat echt waar? Fout. Ja, zie je wel. Ik wist het wel, hè. Wat? 2 stenen plus 1 steen is 3 stenen. Juist! 1 punt voor de meisjes! Joepie! Hoe kan dat nu? Je hebt stilte, stilte, stilte. Vraag 2. Wie is er altijd heel moe? Een grote slagroomtaart! Lekker! Maar nee! Lui is toch altijd heel moe? Inderdaad! Weer een punt voor de meisjes! Joepie! Smallen de smal, dat maakt 2 punten voor ons! Klusje, ik begrijp er niks van, hè? En dan nu de laatste vraag. Welke boom groeien er kastanjes? Een grote kruik met plapmelk. Ik dacht aan een kastanjeboom. Nee, zwijg nu maar, smul. Ik geef hier de antwoorden. Aan een kastanjeboom! Juist! Ja, dat is dan weer een ploeg voor de meisjesploeg. Dat doe ik goed zo! En de winnaars van de plopquiz zijn... de meisjes! Ja! Wij zijn de slimste! Wij zijn de slimste! Maar dat kan niet? Plopper de blobber, waarom kan dat niet, Klus? Omdat ik de lijst met de antwoorden heb overgeschreven. Oei, wat zeg ik nu, zeg? Plopper de plop, Klus! Is dat echt waar? Ja, ik denk het wel, ja. Smaller de smal, dat is heel lelijk van je klus. Ja, dat vind ik ook. Mag ik die antwoorden eens bekijken? Ja. Hier. Wat is er nu zo grappig? Dat is een boodschappenlijstje van smal. Smul de smul. Daarom waren onze antwoorden zo lekker. Die arme Klus toch. Ja, hij wou graag de slimste zijn, maar hij was daardoor de domste. Ja, valspelen is nooit verstandig. En verder zijn jongens en meisjes volgens mij even slim. Zo, dan ga ik nu naar Kabouterdroomland. En jullie weten het, plopper de plop.